Hé, wat een lawaai, man. Ja, hier is het. Hé, Pierre. Ja, man. Boogaloo. Yeah, electric boogaloo. Boogaloo? But what does it mean? Boogaloo? Dat is als we zeg maar in de filmwereld een tweede editie van een tweede film. Dan, en de eerste is heel slecht ontvangen, dan noemen ze het zeg maar electric boogaloo. Een soort van grap. Oké. Okay. En ik weet niet, maar ik vond het soort net van grappig om dat te doen, omdat het eigenlijk wel heel erg goed ontvangen was. Een soort net van play on words. Dat gevoel of een club binnenloop is. Ja, het is wel een bijzondere entree. Ik doe wat een beetje denken aan Berlijn of zo. Als je een rare deur doorkomt. Huh. Hoppa. With the lights out. Schoon barretje hoor. Ja, ja, ja. Meerdere barmen zelfs. We hebben er twee, waarvan één met een tap. De andere, daar serveren ze op fles. Kijk, maar Stijn Berer, vertel. Man, vertel. Ja. Even kort, hè? Stijn, je bent een oud Middelburger die nu in Rotterdam woont. Klopt, inderdaad. En dan studeer je nou nog of werk je nou? Nee, ik werk gewoon. Ik werk als freelancer. Je bent fotograaf? Ik ben fotograaf, maar daarnaast doe ik ook nog heel veel event management. Dus ik werk in clubs in Rotterdam, Toffler, ben ik stage manager. En voor festivals. Dus ID&T, het grootste productiebureau ter wereld. Ja, daar heb ik al van gehoord, ja. Die jongens. Dus dat zijn eigenlijk mijn dagelijkse werkzaamheden. Als freelancer op festivals werken. Ja. En nu zijn we in Elliott, het oude postkantoor in de Lange Noordstraat. En jij organiseert het feest voor? Voor Fala, tweede, voor UCR, voor University College Roosevelt. Tweede editie. Ik kwam hier eigenlijk altijd een beetje stiekem binnen. Het is natuurlijk eigenlijk besloten. En ik had altijd zoiets van, ja, het is toch niet helemaal het of zo. Ik kan het veel beter. Altijd een beetje een grote bek gehad en zo. En gezegd van, joh, als ik het zou doen, dan zou ik het zo doen. Toen op een gegeven moment zei iemand van, ja, waarom doe je het dan niet zo? Dus toen ben ik gaan organiseren in mijn vrije tijd. Een beetje gaan knutselen, kijken wat er met de ruimte kon. Een eerste editie gegeven en dat was heel erg goed ontvangen. Dus nu staan we eigenlijk hier voor de tweede keer. Nou, een jaar later. Ja. Hey, maar wat voor je toe? Want ik ben natuurlijk niet zo goed, ik ben er wel eens eerder geweest, maar ik zie allemaal lampjes hangen en hier staat de DJ-set. Ja, klopt. En de DJ is de meneer van Schuttershof Ali? Ja, en... Ali. Volgens mij heet hij Cloud9. Oké, is dat zijn artiestennaam? Hij komt plaatjes draaien vanavond, 11 tot 2. En doet hij dan een speciaal programma of kunnen we dan Losbollig verwachten? Of wat? Nee, hij probeert wat breder te draaien, dus dat er ook wat meer house tussen zit. Want Losbollig is altijd een beetje meer urban-achtig. Okay. Maar Ali is heel goed met het inspelen op het publiek. Dus het moeilijke van Fala is dat natuurlijk iedereen is internationaal. Dus er zijn heel erg veel mensen die van heel veel andere muziek houden. Dus dat is heel moeilijk om dan rekening te houden met het gros van de mensen. Maar Ali kan het perfect en de eerste keer was het ook super tof. Heb je er verder nog iets van toe te voegen of moet je zelf nog verkopen van ik ben te boeken? Nee, helemaal niet. Ik doe dit echt voor, als passie, gewoon als hobby. Maar kom vooral niet als Middelburger, want het mag niet. Nee, het is echt alleen voor UCR-studenten. Ja, dat is ook wel weer een beetje shit, maar ja, dat is nou helemaal lood hier allemaal gaat. Maar houd het vooral in de gaten, want we gaan op een gegeven moment wel toe naar een openbaar feest. Voor het weet sta je onder de Stijns molen hè, met 3000 man. Ja, precies. Maar hapjes erbij. Oké, Stijn, dankjewel en succes vanavond. Yes, thanks.